Ja. Welkom allemaal. Wij zijn hier vanmiddag voor de brainstorm van het Industrial Design Center. Wij laten onze kennis en kunde zien. Daar zijn wij specialisten in. En we nemen u mee naar een interessant vraagstuk. Maar eerst een introductie. We zijn hier natuurlijk vandaag op de Mix Noordoost in Harderberg. En dit is ons logo. En wat is het Industrial Design Center? Waar staan we voor? We zijn een kennisplatform. Het is 20 jaar geleden opgericht. Toen er beide opleidingen op de UT en de Saxion van start zijn gegaan, hebben de mensen die daar richting aan gaven bedacht, we moeten het een bodem geven, een goede samenwerking moet plaatsvinden. En vandaar dat het Industrial Design Center is opgericht. Jan. Dankjewel, Mirjam. Mirjam Knol, dankjewel. Mijn naam is Jan de Teijen, directeur-eigenaar van Leap Development. En mij is gevraagd om deze sessie te leiden. En dat ga ik proberen. Wat doet het Industrial Design Center? Het is een groep van bedrijven en instituten die elkaar proberen te helpen en te verstevigen. En ook zorgen voor hele mooie spin-offs, samenwerkingen, nieuwe ideeën. En zoals vandaag een brainstorm sessie om een issue of een probleem wat een klant heeft of een instituut, om daar een oplossing voor te bedenken op een creatieve en prettige manier. Mm-hmm. Ja, dus kijk naar de vijf handreikingen van het IDC. Kennis, promotie, transfer, projecten, faciliteiten. En dat doen we al 20 jaar lang. Ja. En ontstaan ook overigens hele mooie samenwerkingen tussen de bedrijven onderling en ook nieuwe producten. Ja. En, er zijn ongeveer 8 à 10 design meetings per jaar waarbij we elkaar ontmoeten. En waarbij we ook kennis maken met een bedrijf en ook een kijkje in de keuken kunnen nemen. En dat is natuurlijk ook een uitgelezen mogelijkheid om te netwerken, om bij elkaar te kijken. En heel belangrijk onderdeel van ons zijn ook de studenten. Ja. Ook een mooi moment om bijvoorbeeld stageopdrachten, om bedrijven aan studenten te koppelen. Het is wat anders dan de businessclub zoals je gewend bent. Het is niet het borrelen en tapjes, het gaat puur wel om bedrijven om elkaar voor te helpen. En uiteraard is er vaak na meetings is er gezellig samen zijn en een hapje en een drankje. Ja. Maar het is wel, gaat echt om de business en niet om het plezier. Om de gezelligheid. Exact, klopt helemaal, Jan. We gaan verder. We gaan iets verder vertellen over de wat is nou een brainstorm en welke regels hebben we erbij. Het gaat natuurlijk om het genereren van veel ideeën. En om de kansen om een goede oplossing te creëren. En daarbij hebben we een aantal regels. Uitgestelde kritiek. We willen niet van tevoren al of gelijk al van nee, dat kan niet, dat kan zus niet, dat kan zo niet. Ja, maar houden we niet van. Dan liever stel dat, dan. En kwantiteit boven kwaliteit. Ja, alles is goed. Alles is goed. Het idee hoe raar of bizar het misschien in je eigen oren klinkt. Gooi het gewoon op tafel, schrijf het op een post-it en plak het op. De beoordeling en de evaluatie komt later. Helemaal goed. Gewoon dus niets is fout. Gek denken is niet gek genoeg, want er is geen kritiek. Nee. Daar let ik heel erg op. Waar bestaat de groep uit? Jan is de sessieleider. Die houdt de groep goed in de gaten. En er zijn een aantal panelleden, die zal ik jullie voorstellen. Misschien dat je even een handje kunt opsteken of zo. Dan begin ik bij Martijn en Elga Veldhuis van Velda. En Velda gaan we zo iets verder over vertellen, maar Velda heeft voor ons de onderzoeksvraag bedacht. Dan hebben we Karin van Beurden van Compane. Cas van den Berg van den Berg Productinnovatie. Yes, heel goed. Peter van Herpt van VH-Tech. Twee studenten hebben we in ons midden. Moet ik heel even kijken, want net nieuw. Ja, Dennis Keuterman en Fieke Rentenaar, allebei IPO-studenten. En Roy Moederbus van LiftSense. Dus een ervaren club met hele creatieve geesten waar ik heel benieuwd naar ben wat er zo meteen uitkomt. Ik ben een beetje vliegende kip, zeg maar. En ik ga ook wat notuleren en wat foto's maken. En dat is het wel zo'n beetje. Volgens mij ben ik nog iets vergeten, Jan? Nee hoor. Of nee, de spelregels? Of... Nee, we gaan goed. Ja, even kijken. Kom bij Velda. Velda. Elgar, mag ik jou uitnodigen om iets te vertellen over jullie bedrijf? Ja, alsjeblieft. Dat gaan we bij deze doen. Wij zijn van Velda. We bestaan dit jaar 52 jaar. En mijn vader is het begonnen in 1969 met met een kleine aquariumwinkel. En van daaruit is het verder uitgegroeid. In het begin hadden we alleen aquariumproducten. En later is de vijver erbij begonnen. En zijn we ook vijverproducten erbij gaan ontwikkelen. En
en alles wat ermee samenhangt. In die 50 jaar is er eigenlijk best wel heel veel veranderd. Zeker de laatste 10 jaar is er extreem veel veranderd. Vroeger was het zo dat we hadden producten die we zelf ontwikkelden. En die werden ook bij ons geproduceerd. Die werden natuurlijk aan de man gebracht door vertegenwoordigers. Die vertegenwoordigers gingen langs naar de winkel. En in de winkel werd het gekocht door de consument. Nou is het zo dat vroeger had je natuurlijk nog geen internet, nog helemaal niks. Dus dat is, in die jaren is dat allemaal veranderd. Dus je moest je hele bedrijfsconcept aanpassen. Dat je dus ook, ook online dingen deed. Dat je een website had. En, nou ja, dus dat werd natuurlijk steeds breder. Maar wat we nu de laatste tijd zien, de laatste jaren, zeker na de hele coronacrisis, is dat mensen steeds meer en meer gewend zijn om de spullen online te kopen. Maar als fabrikant groothandel is het natuurlijk vrij lastig om rechtstreeks naar de consument te gaan. Mm-hmm. Want wij leveren natuurlijk aan intratuin en aan andere tuinstraten. Bedrijven met een vijverafdeling waar wij aan leveren. Die vinden het natuurlijk niet zo prettig dat wij zelf rechtstreeks naar de consument gaan. Nee. Maar het kan voor die mensen ook een voordeel zijn als je namelijk de producten die daardoor als ze online worden verkocht ook meer merkbekendheid krijgen. Dat ze dus ook bij die mensen, bij die tuincentra vaker komen. Maar goed, al met al zitten we dus eigenlijk in een soort transitie. Spagaat, in een soort van dilemma. Kijk, je hebt natuurlijk altijd via de retail verkocht. Ja. Dat liep ook heel goed, ook internationaal volgens mij. Zeker. En een goede afzetgebied, makkelijk misschien ook, handig voor jullie. Maar je wilt nu een ander verkoopkanaal erbij inschakelen. Dus nou ja, goed, zeker in die landen waar we nog niet, waar we niet aan de retailer leveren. Maar ook geen eigen buitendienst willen we gewoon online. Hm. En, dat is waar we nu mee zitten. Dus dat is dan ook de onderzoeksvraag voor vandaag. Hoe kunnen we online gaan zonder in kanaalconflict te komen met onze huidige klanten? Ja, ik heb de vraag voor jullie al opgesteld. We hebben het natuurlijk al eerder over gehad natuurlijk en besproken. Hè, hoe kan Velda haar producten online verkopen zonder in een kanaalconflict terecht te komen? Ja. En dat is nogal wat. Zeker. En dan kun je aan heel veel dingen denken. Jan had een onderliggende vraag, of eigenlijk een vraag die daar mooi boven ligt. Van... Ja, hoe hou je je producten die je hebt, hoe hou je die toekomstbestendig? Of hoe maak je ze toekomstbestendig? Was het in het verleden zo, maak je in mijn geval een stuk elektronica, dan ging dat 10 jaar mee. Maar tegenwoordig mag je blij zijn dat je 3 tot 4 jaar kunt produceren, want daarna zijn de componenten obsoliet, zijn ze er niet meer, moet je wat nieuws hebben. Ja. Maar vaak is datgene wat dan niet meer leefbaar is maar een klein onderdeel van je product. Dus hoe ga je daarmee om en hoe, daar moet je rekening mee houden op nu in je ontwerpproces. Ja. En dat is eigenlijk is dat ook wel een beetje wat bij jullie hetzelfde speelt, zeg maar. Dus je moet nieuwe markten aanboren, maar dat brengt ook risico's met zich mee. Klopt, dat brengt risico's met zich mee. En we zien inderdaad dat de producten die zijn steeds sneller end of life. Hè. Mensen die willen steeds vaker wat nieuws. Vroeger toen we een vijverfilter ontwikkelden, konden we daar 10 jaar mee doen. Maar nu als je na 3, 4 jaar willen mensen wat nieuws, een nieuw model. En dan moet je al op anticiperen inderdaad. Ja. Elektronica en vijvers is gewoon hetzelfde, hè? Dat is allemaal hetzelfde. Elga, bedankt voor jouw intro. Okay. Volgens mij zijn we er wel mee. En is voor iedereen de vraag duidelijk? We hebben hier een heel ervaren team zitten. Hè? We ook, met name de industrieel productontwikkelaars, de IPO's. Mensen die vaker aan dit soort sessies meegewerkt hebben. Dus ik denk dat ik heel weinig hoef uit te leggen hoe dit werkt. Dus ik wil jullie vragen om pen en papier te pakken en post-its en dingen op te schrijven. Ideeën die je hebt. Dan plak ik ze op het bord. En dat doen we. Nou, even kijken hoeveel tijd hebben we. Ja, we hebben een kwartiertje, zeg maar. Ja. En dan gaan we kijken wat we hebben en gaan we daar misschien een waarde of kwalificatie aan hangen. Helga, wie is jullie doelgroep? Hij staat nog aan. Kijk, onze doelgroep, dat zijn natuurlijk mensen met een tuinvijver. Dus mensen die dus al een vijver in de tuin hebben, maar ook mensen die met een nieuwe vijver willen beginnen. Of die die water in de tuin willen hebben. Dat kan in de breedste zin van het woord zijn. Dus het is niet alleen een vijver, maar het kan ook te maken hebben met wateropvang of met biodiversiteit, noem maar op. Hè. Dat is onze doelgroep. Dus de doelgroep is eigenlijk mensen met een tuin die van de tuin geen bestrating willen maken, maar echt met de tuin bezig willen gaan. Dat is eigenlijk onze doelgroep. Ik
heb nog een kleine vraag. Wil je dan via internet in andere landen gaan verkopen? Of ook in dezelfde landen als waar je ook via de retail verkoopt? Nou, het idee is eigenlijk om eerst in andere landen te gaan verkopen. En niet onze bestaande retail in de weg te zetten. En later, als we gesetteld zijn, dan zouden we kunnen kijken of het dan handig is om ook gewoon in ons eigen land te gaan verkopen. Ik heb ook een vraag. Heb je voorbeelden van andere bedrijven die dat al hebben opgezet? Ik weet bijvoorbeeld van Moof, van de fietsen. Die zijn eigenlijk direct, die gaan helemaal niet naar de fietsenmaker. Die hebben direct al online verkoop. Maar die hebben ook een aantal reparatiepunten opgezet. Is dat een voorbeeld voor je? Ken je andere voorbeelden? Van Moof, die kennen we. Zeker. Nee, dat zou een voorbeeld zijn. Als je nu nieuw zou beginnen, dan is online natuurlijk het allereerste waar je aan denkt. Maar we bestaan natuurlijk al 50 jaar, dus we hebben natuurlijk een hele trouwe klantengroep. En die wil je natuurlijk niet, zeker niet te koop doen, ook in de toekomst niet. Onze voorbeelden zijn, ja, dat kan bijvoorbeeld de Sonos zijn. Bijvoorbeeld. Maar ook Sonos, IKEA. Ja, IKEA. IKEA doet ook aan Keten integratie. Die doet eigenlijk ook gewoon ontwikkelen zelf met ontwerpers. Ja. En dan komt product uit en doen ze in hun eigen winkel. Ja. Dus dat is een voorbeeld van een bedrijf dat het al jaren doet. Ja, Apple doet ook. IKEA ontwikkelt zelf producten. Ja, dat weet ik. Maar produceren ze. Maar Velda levert aan. Maar dat is een winkels. Voorbeeld hoe het in de grofste vorm gaat. Dus ja, het probleem is nu dat je als A-merk... dat je merk uitholt als je niet direct naar de consumer gaat. Dat gaat gewoon maar ik weet bijvoorbeeld Gazelle, ik zit even niet fietsen nu, maar die doet Nike, het ook. Die Nike. Heeft, Nike. Ja. Die gaat die ook. Hij begint eigen winkels, volgens mij, waar een heel groot Nike Klopt. Op staat. Dus je zou een Velda-winkel kunnen beginnen. Of Apple. Ja, Apple. Maar die jongens die hebben zo'n macht. Ja. Die worden nooit voorbij. De consument zal nooit zeggen, of een retailer zal nooit zeggen... hey Nike, wat jij daar doet. Nee, want er wordt gewoon om Nike gevraagd. Ja. Dus wat ze ook doen, die zijn heel groot, die hebben de macht. En wij en een Velda of een ander A-merk wat gewoon daar met die problematiek wel zit, die zal daar ook maar naartoe. Kan je dan, hebben jullie een andere merk in je hoofd die wat kleiner zijn dan Nike? We snappen die grote voorbeelden, maar zijn er ook voorbeelden die wat kleiner zijn? Die voedingsboer? Die voeding... Ik weet het, er zijn een aantal voorbeelden van bedrijven die het geprobeerd hebben en die zijn ermee gestopt. Bijvoorbeeld EcoStyle, die zit boven in het Hoge Noorden. Die gingen toen heel breed uit vertellen van wij gaan online. Nou, toen is de hele tuinbranche die is daarop ingesprongen en die heeft gezegd van als jullie online gaan, dan zijn wij geen klant meer bij jullie. Nou, en dat wil je natuurlijk te alle tijden zien te voorkomen. En toen is EcoStyle daar overigens ook mee gestopt toen. Ik weet dat nu op dit moment zijn er in onze branche zijn er een aantal die het wel doen, zoals Weber barbecues. Die doen het, hè? Die verkopen rechtstreeks aan de consument. Maar bijvoorbeeld Intratuin heeft gezegd, het is goed dat jullie online gaan, maar daar zijn wij geen klant meer. Dus Intratuin heeft het Weber-assortiment uit de winkels gehaald. Dus dat zijn wel dingen waar we over moeten nadenken. Dus eigenlijk moet je naar een combinatie zoeken dat je dat je winkel of meeneemt in dit proces. Zeg maar. Eigenlijk moeten ze een belangrijk aspect zijn. Samenwerken. Ja. Maar ze moeten eigenlijk een soort selling point worden. Of je moet het misschien wel anders gaan noemen. Ja. Mag dat nog niet? Ja. Ik heb even een vraag. Heb je al eens nagedacht over een second branding? En dat je een submerk maakt. Hè? Dat je een hoofdmerk hebt dat nog steeds via de retailers loopt in het begin. En dat je een tweede merk op de markt zet met echt dezelfde producten. Wat dan beschouwd mogelijk wordt als iets minder, maar dat je dat direct verkoopt aan de consument. Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Want wat ik net al zei, we bestaan 50 jaar. Toen wij in het begin verkochten we alleen aquariumproducten. Toen zijn we met vijverproducten begonnen in de jaren 80. En toen hadden we alleen Velda. En toen was het uniek om bij een tuincentrum vijverproducten te verkopen, want dat had niemand. Dus we konden onze prijzen mooi hoog houden. En dat deden we dan ook. Nou, maar toen op een bepaald moment toen kwamen de concurrenten. Die gingen onder onze prijzen zitten. En toen zijn we een tweede merk begonnen, namelijk Vijvertechniek. Om ook voor het middensegment en het wat lagere segment die producten te verkopen. Dat merk dat verkoop je ook via de retail? Klopt. In die tijd was het zo dat Vijvertechniek had een dubbelledig doel.
We verkochten namelijk wat lager. En we gingen toen ook aan bouwmarkten verkopen. En die tijd was zo, als je spul in het tuincentrum had en je wou ook aan de bouwmarkt verkopen, had je eigenlijk hetzelfde als wat je nu hebt, ook een kanaalconflict. Dan zei die tuincentra van, ja, luister eens, jullie verkopen de spullen bij een bouwmarkt, dan hoeven wij het niet meer. Ja. Nou, daarom zijn we destijds dat tweede merk begonnen. Maar dat is inderdaad wel een idee om nu weer een merk op te tuigen. Dat gebeurt van alle tijd, hè? Dat ja. Het gedaan wordt. Ja. Philips, RS, Aristona, dat waren allemaal hetzelfde. Ja, het probleem wat je natuurlijk ondervindt op het moment dat je een nieuw brand opzet, dus zul je weer veel moeten gaan adverteren. Ja, maar voor je online business maakt het niet uit, want die heb je nog niet. Ja, natuurlijk, maar die heeft totaal geen naam, dus mensen gaan niet zomaar dan bij een onbekend bedrijf online bestellen. Nou, je kunt natuurlijk wel zeggen designed by. Hè? Dus, ja, designed by, maar dat ziet onze bestaande klanten natuurlijk ook. Een voorbeeld, Safretti Sfeerhaarden, die hebben een marktsegment als ze verkopen aan bouwmarkten en ook aan tuincentra. Maar ze hebben ook een duurder segment, dat is designed by Porsche. Maar het komt van dezelfde fabrikant af. Ja, natuurlijk alleen, ja. Ik denk dat wel een ding is dat wij zouden niet van onze merknaam af willen, maar omdat we staan vrij sterk met onze merknaam, dat ja... Om daar echt van af te stappen, dat is niet de gewenste oplossing. Ja, maar dat je wel je merk houdt, maar dat je er een submerk van maakt. Dus dat is nog steeds Velda vijverproducten, maar dat is de Velda design buy-off. En dat eigenlijk alleen beschikbaar is voor ja, natuurlijk, maar voor de consument, dat je nog steeds maar, design buy hebt, dan zullen de bestaande klanten nog steeds naar ons kijken van ja, waar zijn we nou mee bezig? Ja. Ik heb nog een vraag over die doelgroep. Kan je het ook in die andere markten, dus in het buitenland ook, anders verkopen qua prijzen? Is dat dan, willen die ook de goedkoopste prijs? Of hoe staan die markt erin? Eigenlijk willen we het eigenlijk niet zozeer over de prijs hebben, maar meer over de kwaliteit en over de marketing. Daar worden onze producten verkocht. Niet zozeer over de prijs. Hmm. Zeker niet. Nee, we zijn niet de goedkoopste. En dat willen we ook niet zijn. Nee. Ja. Kwaliteit heeft een prijs en de mensen die willen dat er gewoon voor betalen. Maar goed, als ik iets online koop, dan wil ik ook vaak wel dat even voelen, hè, of ergens zien. Of is dat met jullie producten belangrijk? Of is het vrij makkelijk? Kijk, een experience center, die zijn er nogal wat voor een aantal producten. Ja, die fiets of die auto of de velden, of noem je dat? Tesla, die verkoopt natuurlijk ook gewoon... Heel makkelijk online. Ja. Maar je wil het toch ergens proberen. Is dat bij jullie producten belangrijk? Ik denk dat het eigenlijk steeds minder een probleem wordt. Bijvoorbeeld Van Moof. Ja, ik heb toevallig een Van Moof dan. Maar ja, ik heb daar nooit op test gereden. Of hem gevoeld voordat ik hem überhaupt heb gekocht. Nee. Ik merk helemaal dat in de jonge generatie. Dat, ja, weet je leest wel de reviews en de video's en zo. Dat wordt steeds belangrijker. Maar ja, echt een showroom of iets. Nee, dat zie ik zelf niet zo terug. Nee, dat zien wij zelf ook. We zien ook dat er is een onderzoek gedaan door GFK, dat is een marktonderzoeksbureau, dat van ons type producten, dus vijverproducten, is er vorig jaar 40% online verkocht. Dus 40% van alle vijverproducten die vorig jaar zijn verkocht, was online. Dat is een goeie. Dat is goed. Ja, dat kan ik niet precies zeggen. Maar ik weet wel dat... Kijk... Ja, dat klopt. Nee, dat klopt wat u zegt. Want we hebben natuurlijk ook klanten die online verkopen. Dus SEC online verkopen. Zoals Toppie is een hele grote online klant van ons. Fonk. Ja, zo zijn er een aantal klanten die alleen een webshop hebben. En die dus heel veel doen. En daar zit ook inderdaad een enorme groei in. Jullie producten staan online? Onze producten staan online. Alleen niet door onszelf. Idee wat ik had is... kun je zo'n website van jezelf niet opzetten samen met de retailers? Dat je bijvoorbeeld zegt van, dit is ons product, je kunt het bekijken bij Intratuin. Of, ja. Ja, daar is in het verleden is daar alles wat mee geëxperimenteerd door andere bedrijven. Onder andere door Hilhout. Die doen in tuinhuisjes. Die hebben gezegd, we gaan online met een webshop. En je kunt dan, je moet even aangeven wat normaal je dealer zou zijn. Ja, wacht even, en dan kan die dealer, die krijgt dan een percentage mee van de winst. Maar dat is na één jaar zijn ze daarmee gestopt. Want dat was strijd onderling tussen de klanten. Dat is altijd gedoe.
Ja, een interessante richting waar ik steeds aan zit te denken is iets van dat Wildkamp of zo. Want daar zie je ook wel van, iedere consument kan dat in principe kopen. Maar als je een bedrijf bent en je haalt daar meer weg, dan krijg je een, ik noem maar even een vaste klantenkorting erbij. En dat zou dan misschien voor jullie retailers ook weer interessant zijn. Want daar heb je gewoon weer één plek waar zowel de retailers als de consumenten het vandaan kunnen trekken. Ja, Wildkamp is ook een klant van ons. Die hebben inderdaad een soort groothandelsfunctie. Dus je kunt er als consument naartoe. Maar je kunt er ook als hovenier naartoe. En die krijgen dan, omdat ze hovenier zijn, krijgen ze een betere prijs dan een consument. En daarnaast heeft Wildkamp ook een eigen webshop. Ja, die verkoopt ook online. Juist daardoor heb je op één platform dat je iedereen betrekt. Want ook voor de bedrijven die het daar weghalen, blijft het interessant om daar naartoe te gaan. Juist vanwege dat het systeem zo is ingericht dat de klantenkorting er al in zit. Precies. Nee, dat is heel interessant. Maar ik denk als ik tegen Gert-Jan zeg, Gert-Jan de Wilde van Wilkamp van Leusis, we gaan morgen met een webshop beginnen, dat hij niet blij is. En dat is dus heel erg. Okay. En is het in de richting dat je zou kunnen zeggen, ik ga mijn assortiment splitsen? Ik heb een assortiment wat op internet te koop is en een ander assortiment wat misschien interessanter is voor die winkelier. Dat die dat wat exclusiever of juist niet, dat weet ik niet hoe je die splitsing, maar je kan zeggen van nou, dit assortiment, dat is zo gangbaar, dat is niet interessant voor die winkels. Dan ga ik lekker op internet doen en de mooie dingen, waar ze misschien wel meer marge op zit, dat ga je via de winkels zetten. Dat doen we via in de winkels, daar heeft advies nodig, dat wordt dan even verkocht, dat zou een mogelijkheid zijn. Ja, dat je differentieert naar type klant. Ik kan me voorstellen dat de mensen die in het tuincentrum kopen andere mensen zijn die via internet kopen. En dan kan je natuurlijk met je producten kan je daar rekening mee houden. Nee, precies. Nee, dat zou kunnen. Dat je dus de meer IoT-producten, de digitale producten, die verkoop je via de internet. En de, nou, ja, dan kan je mensen mee schuiven natuurlijk op een gegeven moment in de toekomst. Ja, precies. Dan kan je kijken hoe het gaat. En dan zeg je van, nou ja, misschien ga ik wel wat meer op internet doen dan in de winkel. Dat is maar net. Dan heb je een schuif. Ja, nou, wat ik ook zat te denken is, wat je misschien ook kan doen, is dat je van de verkopen die je doet via internet, dat je een deal maakt met je retailers, dat daar dan, want die marges zijn daar dan ook groter bij, dat je daar een deel van die marge deelt met die winkels, waardoor zij dus die look and feel functie voor jou blijven vervullen. Dus dat je ze daar eigenlijk als het ware voor betaalt. Ja, precies. We hebben het nu nog allemaal over de retailers en de webwinkels zijn erbij, maar ik denk dat over niet al te lange tijd dat je de webwinkels hebt en je hebt ook nog hier en daar een retail. Een winkel, ja. Ja, dat is. Je ziet nou wel dat bijvoorbeeld een paar grote, zoals Coolblue, dat die eigen winkels begint op te zetten, gewoon om toch dichter bij de klant te zijn en snel te kunnen leveren. Ja, precies. Ik denk dat daar misschien in een snelle leveren, dat daar nog de retail op dit moment mee kan doen. Maar ik denk dat je gewoon moet zeggen van, ja, moet luisteren, wij zijn dat merk, wij gaan online, net als een Nike. Ja. En wil je niet meedoen, ja, daar gaat een stuk uit jullie assortiment. Ja, precies, dat gaat ook gebeuren in de toekomst. Maar Hunter Douglas, die doet het nou met thuis. Dus je hebt Luxaflex. En Hunter Douglas is een enorme grote club. En die doet nou met thuis, rechtstreeks naar de consument al in een aantal landen. Dus wat gaat er gebeuren? Wat ik denk dat door de inflatie worden producten gewoon hartstikke duur. En je krijgt inderdaad belevingsproducten als groen, planten. Dingen waar wat meer bij zit. Dan gaan mensen lekker naar een tuincentrum, een kopje koffie drinken. In Engeland is 70% van de omzet bij de tuincentra is het restaurant. En je krijgt beleving. En ik denk dat die consument op bepaalde producten, wat je ook zegt, echt kritisch gaat zijn. En die wil online wil die gewoon dat kunnen kopen. En die wil een eerlijkere prijs. Want wat wij verkopen voor 5 euro aan aan 10 euro aan een intratuin, dat gaat voor 20 euro ex-BTW naar de eindgebruiker. Dat is pand, opslag, voorraad, duur personeel. Het is eigenlijk van de zotte dat er in Nederland op al die punten zoveel voorraad ligt. Dus ik denk dat je naar een centrale logistiek gaat. En dat een retailer hooguit nog een stukje service en inderdaad een aantrekkingskracht heeft voor een consument om via die retailer te kunnen verkopen. En dan gaat de prijs ook omlaag. Dus dat je hem wel kan zien in die winkel, maar dat je hem eigenlijk in die kijkshop. winkel eigenlijk een soort kijkshop. Hij kan bestellen en dan thuis bezorgd. Het wordt bij je thuis wordt het gebracht. Ja. Heb je al die kijkshop?
Ja, en ik heb voor 10 jaar geleden ben ik in de molen gegaan. Dat is misgegaan. Hebben we dat gesaneerd, dat bedrijf. Toen wouden we een soort spiegel hebben. En daar sta je voor een scherm. Jij kijkt naar je hoofd. Je doet een overhemd aan en een jasje. En op dat scherm ga je al die kleuren combineren. En denk je, hey, dat staat bij mij. Net zoals je dat in de winkel doet. En dan doe je een passhirt aan en een pasjasje. En dan krijg je dat op een gegeven moment thuisgestuurd. Maar je hebt er wel aan gehad. En je weet ook dat je staat. En dan heb je ook minder retouren. Maar het is allemaal geflopt. Allemaal te groot en toen, maar dat is wel. Dat was te vroeg. Dat was te vroeg. En zo hadden wij 10 jaar geleden ook een online shop. Gaan Online hebben we samen gehad. En dan wilden we alle aanmerken samenbrengen. Maar het was te vroeg. 10 jaar geleden. En nu denken jullie er weer over? Ja, maar het is nu tijd voor. Er is gewoon nu tijd voor. Die consument is er echt klaar voor. De nieuwe generatie. Ik vind het mooi dat je dat zegt. Reviews. Mijn kinderen die gaan straks niet meer naar winkels. Vergeet het maar. Dus die retail gaat verdwijnen. Even meebreken, maar je hebt natuurlijk wel technische producten. Hè? Dus de pompjes, filtertjes, het moet aangesloten worden. Zet hoveniers in als ambassadeurs. Ja, dus dat bijvoorbeeld of de huidige retailers die je hebt, dat je servicepunt kan zijn. Ja, bijvoorbeeld. Hè? Maar waarom geen hoveniers? Een hovenier van 55 die zat is met zijn rug om stenen te tillen. Zet die in. Maar de vraag is van hoe hou je je huidige kanaalconflict, hoe ga je dat vermijden? Hè? Dat is bijna niet te doen. Tenzij je inderdaad zegt, ik hou die prijzen op dat niveau. Ja, ik denk dat je dat conflict moet voorkomen door het niet te abrupt te doen. Maar dat je langzaam ze uitfaseert, als ik het zo mag zeggen. Maar volgens mij is dat. Want als je zegt, van, nou, we gaan in één keer over, dat voorbeeld had je. Hè, we gaan in één keer over naar online. Dan heb je een hoop stond aan de knikken. Dus je moet langzaam. En dan moet je een methodiek voor bedenken. Van hoe doe je dat op een langzaam? Ik denk niet dat je online langzaam op gang komt. Je komt online op gang of je komt niet op gang. Langzaam kan alleen als je zegt van ik ga die stap in het buitenland doen. En alleen op buitenlandse websites, onder een andere naam bijvoorbeeld. En dan in Nederland langzaam door laten komen. Want reken erop, mensen kijken, die zetten aquarium in en die zetten niet velden aan. Nee, die zetten aquarium of vis of wat. En daar gaan ze op zoeken. Maar je kunt toch met dat assortiment spelen? Dat de nieuwe dingen bijvoorbeeld in de winkel liggen en de gangbare dingen in de webshop te koop zijn. En daarmee kan je, dat kan je. Ja, want als je echt abrupt afscheid neemt van de retail. Je wil toch, ik denk dat er toch nog steeds een hele grote groep mensen zijn die het wil zien eerst voordat ze het kopen. En dan kijken ze en dat is natuurlijk gewoon de grote klacht van veel retailers. Ze komen bij mij kijken, ze kopen het vervolgens op internet, omdat ze het daar goedkoper kunnen krijgen. Nou, bespreek dat met die retailers. Ze zeggen van, nou, wat ik dan via internet verkoop, hè, met name mensen die bij jou zijn geweest, nou, dan krijg je toch nog steeds een stuk provisie, of hoe heet dat, van. Dus dat je in gesprek gaat met je retailer en ze betrekt bij dit plan. Ja, inderdaad. En wat de meneer zei, we kunnen natuurlijk ook productdifferentiatie doen. Kijk, we hebben 5 producten, maar als we straks ons aquarium assortiment alleen op internet zetten, dan kun je dat ook voorkomen. Hè, dat je kanaalconflict krijgt, dat je gewoon meerdere productgroepen hebt. Wat ideeën voor de webshop, je zou video's of zo bij de producten kunnen zetten, dat je dus inderdaad die reviews en hoe het product gewoon in de praktijk eruit ziet, dus laat zien. En ik had een idee om misschien dat je kan inloggen of als klant van jullie of als particulier, of dat je dan een soort 2 kanalen hebt op die website, dat je dus inderdaad ook dat anders kan inrichten voor dus je andere klant, business to business of business to consumer eigenlijk. Ja, precies. Ja, dat je dus meerdere klanten op meerdere manieren je website binnenkomen. We hebben ooit bij een boekwinkel gewerkt en die hadden precies hetzelfde op hun site. Daar kon je inderdaad, als je dan naar de site ging, dan kon je inderdaad als particulier aan de slag. Of als boekhandelaar zelf. Ja, precies. Ja, dat is ook wel een idee. Ja. Ja. Dat vind ik wel een goed voorbeeld. Die hebben het ook heel lastig. En die krijgen het nog steeds lastiger. Dat hebben tuinzetten natuurlijk ook, want die zien dit natuurlijk ook wel, dit gevaar. En ze zijn zelf ook al wel aan het experimenteren met webshops. Bijvoorbeeld Intratuin, die heeft zelf ook een webshop. Maar je moet niet vergeten dat iedere Intratuin is een zelfstandig ondernemer. Het is niet zoals als een Gamma of een Praxis, dat het van één concern is. Die hebben allemaal, zijn allemaal eigen ondernemers. Dus,
Ja. Als je kijkt naar websites van Intratuin of van Gamma, daar wil ik niet weer kopen. Want je kunt niks vinden. Nee, dat komt ook omdat die mensen die zijn vanuit de retail ontstaan, vanuit een winkel, en die zijn een webshop begonnen. De nieuwe, de jonge lui, die zijn begonnen, zoals Coolblue en nou ja, noem ze maar op, die zijn begonnen in een schuurtje. En die, van onderaf aan zijn ze met een webshop begonnen. Die zijn met de hele markt meegegroeid. Dat is een hele andere benadering. Ik denk dat het ook heel sterk en belangrijk is, wat voor product zoek jij? Als jij op een gegeven moment een lampje wil vervangen, een bepaald type, en je wilt het online kopen, ja, dan ga je kijken en dan komt dat, als het dan gratis met Bol Select bij je komt, dat, en je hebt daar een paar keer gekocht, dan laat je dat komen. Maar als je op zoek bent naar een nieuwe inrichting van je tuin, en je zoekt ideeën, je komt op Pinterest eruit of op Instagram of whatever, en je ziet ideeën, en dan kom je op een online omgeving waar een community achter zit, dan ben je ook bereid met service om daar ook wat meer te voor. Dus het is heel erg afhankelijk van, wat heb jij nodig? Ja, maar ik denk dat ook een groot gedeelte is van waarom mensen steeds meer online kopen, is het, ja, voor 12 uur besteld, morgen in huis. In sommige gevallen zelfs vandaag besteld, vandaag nog in huis. Ja. Maar dat is dan het lampje wat kapot is. Of dat is het Miele tabletten voor je koffiezetapparaat, ja, die op zijn. Of je tandpastaars op, ik noem maar wat. Dan wil je dat snel in huis, want dan heb je geen tijd om ergens naartoe te rijden. Precies. Als jij nadenkt over de inrichting van je tuin of hoe je dat helemaal wil hebben, dan wil je advies hebben. Dan wil je verhalen horen. Ja, maar ook gewoon over grote producten. Weet je, als ik zelf kijk, weet je, als ik een webshop heb waar ik het binnen 4 dagen kan hebben, of morgen, ja, dan maakt me niet eens uit wat voor product het is, of ik het morgen nodig heb of niet. Dan bestel ik het wel bij de site waar ik het morgen heb. Ja. Dus voor jou is snelheid heel belangrijk? Ja, dat zie ik steeds meer ook in mijn eigen omgeving. Dat weet je, waarom zou ik 4 dagen wachten op een product als ik het ook morgen in huis kan hebben? Nou, of dus in sommige gevallen vandaag nog in huis kan hebben? Voor mij maakt het niet uit, maar de jeugd, die wil als ze iets hebben. Ik ben wel nieuwsgierig of je een ontwerp nodig hebt. Of dat je na moet denken om jullie producten in te zetten. Is het gewoon een kwestie, koop je een paar dingen en schroef je het aan elkaar? Of is het nog, moet er een ontwerp komen, zeg maar? Nou, heel vaak is het zo dat mensen al weten wat ze willen. Omdat we natuurlijk een internetsite hebben die het allemaal uitlegt. Met video's, met foto's, afbeeldingen, noem maar op. Ja, ja. Dus dan weten ze eigenlijk al wat ze moeten doen. Dus eigenlijk hebben. Die winkelier die heeft ook niet dat toevoegen. Die kan niet zeggen van nou, ik kan een ontwerp maken voor die. Nee. Dat is eigenlijk al, hebben jullie eigenlijk al voor elkaar online. Ja, dat zou bijvoorbeeld een hovenier wel doen. Die maakt dan een tuinontwerp en die gaan onze producten daar dan in tekenen. Dat kan wel. Maar bij de meeste tuincentra doen dat niet. Ja, maar wat is dan eigenlijk de toegevoegde waarde van die tuincentra? Ja, dat is een hele goede vraag. Toegevoegd, dat is de kern. Ja, als ze toch eigenlijk niks voor hun extra geld te doen. De toegevoegde waarde van de tuincentra is, het is een dagje uit voor heel veel mensen. Ja. Het is gewoon een soort magazijn waar de producten liggen. Je kunt ze bekijken. Het is een soort... Maar je zou dus zo'n winkelier kunnen omzetten naar een experience center, zeg maar. Ja. Waarin die dus wel toegevoegde waarde gaat geven. En dus wel een klant een ontwerp maakt voor jou, met al jouw producten daarin. En dan, als hij dat wil gaan doen, dan mag je mijn producten verkopen, zeg maar. Ja. Maar als je dat niet doet, de dozen schuift, ja, dan gaan we op internet. Dus misschien vallen er een aantal af dan. dat klopt. Nee, het is inderdaad zo dat de tuincentra die overblijven in de toekomst, denk ik, dat zijn inderdaad die tuincentra die er een beleving van maken. Echt fun shopping. Mooie hoeken, ja. Shop. Intratuin Enschede doet dat. Ja. Die verhuurt gewoon voor zoveel euro per vierkante meter gewoon een deel van zijn winkel. Nou. Ja? En die is dan helemaal van de zooi af. En diegene die in de winkel staat, die verkoopt het product met liefde, die weet er alles van. En zo maakt hij toch nog... En dat gaat ook steeds meer gebeuren. Intratuin Enschede. Even ingrijpen. Ik vind het heel erg leuk, want jullie zijn er ontzettend fanatiek bezig. En er komen... Nou, het is gewoon echt prototype brainstorm, toch, Jan? Vind je niet? Ik word hier heel blij van. Ja. Ik word hier gewoon heel blij van. Ik denk dat we toch, gezien de tijd ook, programma na ons, even moeten recupereren van waar... Wat is er nou allemaal... We hebben de brieven verzameld. Wat is er allemaal opgeschreven? Waar gaan we naartoe? Wat is haalbaar? Wat is realistisch? Wat is helemaal niet realistisch? Zullen we daar eens een start mee maken, Jan? Ja, laten we kijken waar we kunnen komen. Dus we hebben wat ideeën en dat willen we nu vormgegeven. Is het haalbaar of wat kunnen we ermee? Als jullie het niet meer eens zijn, zeggen we ze. Zeggen, ja. De hoveniers betrekken een ambassadeurs maken, showroom en service. Haalbaar, we hebben de as, realiseerbaar, dus haalbaar, niet haalbaar. Is dit een gewoon idee, is gewoon, het een origineel of is het idee? Origineel? Kijk, dit is natuurlijk wauw, hè? Dit hebben... Hoofdlies betrekken gewoon bij jullie assortiment.
He, dus dat je online, maar dat je over niets bij betrekt. Want ergens heeft die consument waarschijnlijk een servicepunt nodig als die niet weet hoe die ding moet aansluiten of iets niet klopt. Maar ook als je bijvoorbeeld een nieuwe vijver wilt aanleggen. Als je een nieuwe vijver wilt aanleggen. En je wilt niet zelf een gat graven, dan is het wel handig dat je inderdaad een hovenier hebt. Lijkt mij zeer realiseerbaar, eerlijk gezegd. Zeker. Ja. Oeh, sorry. Welke hebben we dan, Jan? De nieuwe consumenten... Kun je mijn microfoontje aan het weer vast plek? Oh. Ja. Nieuwe consumenten betrekken, de jeugd en scholen. Dus de min of meer de consument opleiden voor jullie winkel. Ja, ja zeker haalbaar, ja, zeker. Haalbaar. Gewoon of origineel? Vind ik ook erg origineel. Ik vind, het lijkt mij ook wel origineel. Wauw idee. Reviews van jullie producten. Ik denk dat meer een advertisement is op je website. Hè? Dat je gebruik maakt van blogs en reviews. Zeker. Dus dat is zeer zeker is dat realiseerbaar. Ja. Nieuw assortiment ontwikkelen. Diversificatie. Is dat haalbaar? Zeker. Ja, dat is niet alleen haalbaar, maar ook absoluut noodzakelijk. En ook origineel, of niet? En origineel, ja. Of op het randje, wat vind je? Wat? Ja, dan ga je dus echt splitsen, hè? Dan ga je dus echt zeggen, van online ga ik niet offline verkopen. Dus dan ga je echt ontwikkelen. Dat is daar wel weer dan een bijzondering van, volgens jawel, mij. Jawel, dan is echt gewoon, dan moet je echt gaan zeggen van wat ik ontwikkel voor die online ga ik niet offline verkopen. Nee. Ja, ja. Dus nieuw assortiment. Dus er zit een mits aan, hè? Ja. Ja. Even kijken, wat heb ik hier? Ja, dat kan in type producten liggen, maar het kan ook aan type klanten liggen. Ja, en daardoor kun je ook een breder assortiment krijgen. Ja. Want Velda doet water, denk eens aan irrigatie. Ja. Dit is een beetje hetzelfde als wat we gehad hebben. Jeugd versus huidige consument, aankoopproces, reviews, recensies. Dat is een beetje... plakken we hierbij, ja. Kennis of geen kennis nodig? Online winkel. Ik weet niet precies wat hiermee bedoeld wordt. Nou, bedoel ik mee, als je geen kennis nodig hebt, dan ga je het heel snel online kopen. Juist, oké. Ja. En als je kennis nodig hebt, dan wil je ergens naartoe. Ja. Maar als je online die kennis kunt krijgen en advies kunt krijgen, dus die kun je ook creëren. Ik denk dat het heel belangrijk is als je online wat doet, dat je toegevoegde waarde hebt. Maar zeer zeker realiseerbaar, maar het is nog niet realiseerbaar. Tenminste, voor hun nog niet, zeg maar. Nou, nee, maar de meeste webshops, daar gooien ze marketplaces, liggen tienduizenden, honderdduizenden producten op. Allemaal hartstikke leuk, maar je kunt niks vinden. Wat jij net zei, je kunt niks vinden, je hebt geen uitleg. Als je gaat bellen, is ook niemand thuis. Dus ik denk dat online heel erg belangrijk is dat je thuis bent, dat je bereikbaar bent en dat je kennis overdraagt. Ja, en waar zouden we dit kunnen plaatsen dan? Een beetje de aanvullingen aan. Juist als je heel veel uitleg al online zet, dan wordt het ook veel interessanter voor die consumenten die online zitten te kijken om het dan te halen. Ja, dus eigenlijk is het wel vernieuwend, zeg maar, in dit aan de man brengen van de producten. Ja, want we zeggen nu ook al heel vaak van, goh, heb je misschien iemand nodig die er kennis van heeft? Maar ja, juist als je bijvoorbeeld filmpjes ervan zet, omdat het een paar stappen nodig is, maar wie weet kan je dat in 10 minuten wel uitleggen, wat heel vaak gebeurt, dan kunnen consumenten het zelf ook doen. Want je ziet ook steeds meer mensen die er even een paar filmpjes tussen zetten en het dan gewoon zelf halen. Ja. Ja, en dan inderdaad gewoon weer ergens online pakken. Wie doet dat niet tegenwoordig, hè? In de winkel krijgen ze ook die informatie niet. Dus wat dat betreft moet het wel. Moet je ook vaak wachten? Ja. Ook vaak wachttijd in de winkel? Hè? Voordat je de juiste medewerker te pakken hebt? Mirjam, wat heb jij nog? Ik heb nog winkels, showroom, voorraad centraliseren. Dus eigenlijk een soort, het idee is dat de winkels de showroom worden. En dat je het voordeel is dat je de voorraad gecentraliseerd ergens... Minder kosten, minder marge nodig, lagere prijs. Minder vervoer. Ja. Realiseerbaar. Realiseerbaar, hè? Ja, zeker. Het nadeel daarvan is dat je minder snel bij de consument bent. Als je in de winkel bent, je gaat naar de winkel toe om het te halen. Is het er niet, dan stoot je nog een keer die steen. En dan zeg je, jongen, laat maar zitten, ik hoef dat product niet meer. Dat is nadeel. Behalve als hij het morgen thuis bezorgd krijgt. Dan gaan ze niet naar de winkel in. Dan stappen ze... Dus, dat is de vraag. Kijk, als ik naar mezelf kijk, als ik iets wil bestellen of wil kopen en ik ga naar een winkel en het is er niet, ga ik niet meer naar de winkel in. Nou, ik denk dat dat met dit soort producten wel eens anders kan liggen, want die dingen zijn groot. Het past niet in je auto. Dus eigenlijk is het gewoon wel lekker als je daar komt. En ik kan het wel zien en denk van, oh nou, dit is wat ik wil. Ah, nou, ik bestel het. Ik typ het in. Ja, die wil ik hebben, maar alleen een andere kleur. Nou, mevrouw krijgt het morgen thuis bezorgd. Nou. Ik denk weer aol die boekwinkel. Waarom ga je niet bij bol.com een boek bestellen?
bij ons is de klantenservice dan gewoon een extra ding waarom je naar de winkel zou gaan. En we hebben ook bijvoorbeeld kantoorartikelen. Of dat je inderdaad toch die extraatjes, dat je dan toch bij die winkel blijft in plaats van... Ja, wij moeten misschien ook bij Centraal Boekhuis een boek bestellen en dan komt het morgen pas. Maar die klantvertrouwen, dat... We gaan toch even door met de briefjes. Heel fijn dat iedereen zo ontzettend goed meedenkt. Want dat is natuurlijk de insteek van de brainstorm. We hebben ook nog hier het briefje inloggen op twee manieren. Of je kiezen dus, of particulier of bedrijf. Dat is ook realiseerbaar. Ja. En origineel idee, of in welk... Bestaat wel, hè? Gaan we hier naartoe. Ik heb de huidige winkels omzetten naar Velda Points. En het lijkt me ook zeer realiseerbaar. Dat... Ja, het is ook realiseerbaar. Maar... Dat is nog niet zo. Je kunt een intertuin wel eens omzetten tot... Ja, misschien wel een hoekje. Een hoekje ervan. Ja, niet de hele winkel omzetten. Maar het gaat dus dat je... Een bord intratuin, dat moet je wel blijven staan. Nee, maar dat je binnen intratuin een Velda Point hebt. Ja, dus, net als KPN heeft ook overal afvalpoints, hè? PostNL. Een online platform met meerdere merken. Een soort van marketplace. Meerdere merken, marketplace... Wat we 10 jaar geleden ook geprobeerd hebben. Ja, daar had jij het over. Ja. Nou. Misschien samen met de retailer. Mm-hmm. Van hou of niet? Ja. Is dat een hou of wou? Ik denk dit met zelfs nog niet haalbaar. Mm-hmm. Ik heb hier een heel uitdagende. Althans, ik vind hem zelf uitdagend. Afscheid nemen van de retail. En eigen winkels beginnen voor de feel en look. Ja, dat is inderdaad erg uitdagend. Nee, dat is het. Ja, kijk, uiteindelijk, als je het kunt permitteren, is dat een goede optie. Maar ik bedoel, je bent wel afhankelijk van, je moet wel je omzet binnenhalen bij onze huidige klanten. En als je daar afscheid van neemt, is meteen de omzet weg. En je moet heel veel investeren in wat nieuws. Ja. Dus dat is niet haalbaar. Nee, is niet haalbaar. Is niet haalbaar? Nog niet haalbaar. Nog, zeker nog niet haalbaar. Precies, ja. Assortiment splitsen. Ja, dat is haalbaar. En ook wel, ja. Ander merk, digitaal, designed by Velda. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat past ook bij die rest originele ideeën. Bij origineel vind je, ja, het is gewoon haalbaar. Ja, het gebeurt, is aan de orde van de dag. Mm-hmm. Nou, ook een hele praktische, de online verkopen daarvan een deel aan de retail. Voor de feel- en look-functie. Dat is mij even niet geven, duidelijk. Schenken. Wat is de... Zeg maar, dus dat je een percentage van de verkoop die je online doet... wat online verkocht wordt, 10% voor de retail. Voor de feel- en look-functie. Ja, oké. Ja. Daar is in het verleden al mee geëxperimenteerd. Wij gaan het zeker niet doen. En ik weet dat de mensen in onze branche die daarmee geëxperimenteerd hebben, zijn ermee gestopt. Oké, dus die gaat echt hier naartoe. Okay. Dus, er ontstaat altijd veel ruzie door. Hooggedoe, ruzie, conflicten. Nee, dat moeten we niet hebben. Conflicten willen we vermijden. Precies. Ik heb hier twee die eigenlijk samen gaan. Samenwerken met winkels. En ik denk door de prijsstelling gunstig te maken voor de winkel. Dat is wel een idee. Dat is misschien ook weer dat service point binnen de winkel. Hè? Misschien moet het zo zien. De conflict vermijden. Ja. Precies. Dat is natuurlijk gewoon dat kan een traject zijn. Hè? Ja. Waar je dat plak hem hierbij. Zeg maar, de klanten differentiëren naar A, wie er in het tuincentrum koopt. B, wie er digitaal koopt. A, ja, die differentiatie gaat natuurlijk vanzelf. Ja. Dus dat hadden we eigenlijk ook al een beetje. Het is niet alleen het assortiment splitsen, maar het is ook de klanten splitsen. Ja. Ja, er wordt natuurlijk ook jaarlijks onderzoek gedaan, hè, naar online klanten en naar de klanten die bij een tuincentrum komen. Ja. En we horen het misschien allemaal niet zo heel graag, maar de vergrijzing bij een tuincentrum is enorm. Ja. Is echt enorm. Als je gewoon daar op een zaterdag komt en je ziet wat daar rondloopt. Mm-hmm. Dat zijn allemaal zeg maar mensen zoals ik. Allemaal een beetje glijs, zeg maar. Nee. Parkeerplaats aanpassen. Cashio, ja, er komt natuurlijk wel kinderen, natuurlijk. Maar dat is echt een stukje beleving. Nee, daar niet. Cashio is natuurlijk nog wel beleving voor de mensen. Ik heb denk ik hier een viertal briefjes die een nieuwe businessmodel, of nieuwe, althans een nieuwe vorm omschrijven van je business. Door bijvoorbeeld de verkoop te realiseren via bestaande platforms als bol.com, Amazon,
En daar, als, daar je producten via die platforms verkopen. En dat je denk ik niet, ik denk dat de bedoeling is dat je niet zelf je eigen webwinkel gaat maken, maar gebruik maakt al van de bestaande infrastructuur die er is. Van de platform, ja. Dat is, Eventueel naast een buitenlandse website. Ja. Maar dat is dus een Nederlands kanaal eigenlijk een concurrent van. Een concurrent van de tuincentra er neerzet. Ja. Als bol.com. Daar hebben ze toch wel meer ontzag voor. Waar hebben ze meer ontzag voor? Doe je? Ja, ja, maar ik vind het zelf prettig altijd als ik op de site kom van de fabrikant. Precies. Ja, maar, dan heb ik wel het gevoel van, hey, deze maar, jongens weten hoe het zit. Ja, en, hier haal ik de juiste informatie vandaan. Wacht even op inhaken. Het is denk ik wel belangrijk om... het kan belangrijk zijn dat je een gevestigde naam als Amazon of bol.com... die staan over het algemeen heel goed garant voor de levering. En dat het ook correct bezorgd wordt. En betalingsverkeer, dat geregeld is. En dat je via hun site misschien link hebt naar... het Velda Point, een Velda website, dat zou zo kunnen, maar dat je wel het platform gebruikt voor het verkopen van je producten. Ja. Maar ik wil hem neerplakken bij Haalbaar. Is dat? Ja. Ja, wat een beetje aanvulling daarop vind ik persoonlijk heel erg dat het uitmaakt wat ik haal. Want inderdaad, een Coolblue of zo, daar betaal ik soms ook wel eens meer voor, omdat Coolblue heel erg bekend staat van als er wat mis is, dan fixen ze snel. Ja. Dus als je inderdaad een merk hebt waar je denkt van, nou, ik heb hier heel veel vertrouwen in. Ja, dan ga ik waarschijnlijk voor het merk zelf. Maar voor andere dingen die ik wat minder vaak haal, dan ben ik juist geneigd om niet bij het merk zelf te halen. Mm-hmm. Coolblue is natuurlijk een merk op zich. Ja, maar zij verkopen ook heel veel. Ja, klopt, zeker. Zeker. Maar, dus... maar die hele beleving, die hele shopervaring bij Coolblue is natuurlijk fantastisch. En dat weten heel veel mensen. En ze zijn zeker niet het goedkoopst. Presentaties goed, filmpjes, uitleg, recensies, alles staat erop. Ik heb hier nog twee post-its, video's op de site. Hè? Dus zeg maar echt die instructies aan de handleidingen en dat soort dingen. Dat moet gewoon, dat daar kan. Ja, een beetje hier op de grens, denk ik. Dat en geeft dus ook aan de sociale media. Dat je niet de goedkoopste hoeft te zijn op internet. Mensen kopen toch uiteindelijk omdat ze allerlei andere voordelen zien of niet de tijd hebben om er naartoe te gaan. Voorbeeld dat ik bij Bol laatst een oplader kocht voor mijn Apple. Geen reviews. En ik had er al één van gehad en die functioneerde. Ik heb er twee bij besteld. Het was een redelijk goedkope oplader. Merk Techno. Ik kreeg ze binnen. Allebei werkte ze niet. Dus ik heb een retourticket aangemaakt. En dat ligt nog klaar in het doosje. Moeten we terug. Dan krijg ik mijn geld ook wel terug. Dat klopt ook wel. Maar Bol verkoopt dus nu een aantal producten die inferieur zijn. Dus dat zijn... Volgens mij heeft Bol allerlei wederverkopers. Of hoe heet dat is het. Ja. En dat is niet goed van hun. Nee, dat gaat niet goed. Want ik raak nu het vertrouwen in Bol kwijt. Want ik denk bij mezelf, ja, en jullie kunnen niet elk product gaan testen, dat snap ik ook wel. Maar je hebt nu wel een wederverkoper die nog geen reviews heeft. Maar je krijgt ook geen reactie van, ik wil hem terugsturen, want het is kapot. Dan hoort iemand je te bellen. Wat is hier aan de hand? En dan moet je eigenlijk zeggen, het is een wederverkoper, dan gaat hier wat mis. Dus ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om kwaliteit te blijven zitten. Ik denk dat het ook afhankelijk is van de achterverkoop. Dus degene die het aanbiedt. Dus je hebt aan de ene kant bol.com, maar degene die erachter zit, als die geen actie onderneemt, moet bol.com eigenlijk zeggen van, weg. Klopt, hij gaat nou ook terug het product en dan ben ik ook benieuwd of ze bij me terugkomen. Ik heb nog briefjes met sociale media erop. Ik denk daarmee bedoeld wordt verkoop via sociale media kanalen misschien, of meer. Adverteren misschien ook. Adverteren, ja. Ja, influencers. Ja, influencers, inderdaad. Hey, hallo. Het schijnt wel te werken. Ja, dat werkt echt. Ja. Ja. Ik zou er toch wel bij... Het is wel vernieuwend. Hè? Het gebeurt wel, maar niet in dit marktsegment. Dus in dat kader is het voor dit marktsegment wel een origineel idee, vind ik. Kijk, origineel. Ja, zo ik zo. Ja, hier. Ja. En zo knolde vijver in, ja. Dat doet me denken aan die gasten die bijvoorbeeld reptielen houden of zo. Die hebben dan ook allemaal video's en informatieve video's erover wat ze dan in die community met elkaar delen. Dat zou ook misschien een nieuwe markt kunnen zijn. Ja. En daar heb je dus ook van die vloggers en weet ik wat allemaal. Het is wel heel mooi, Fieke, want ik merk dat jij heel erg op de doelgroep zit. Heel erg doelgroepgericht. Dat is heel goed. Ja, fantastisch. Het laatste briefje, er staan twee klanten op. Er zit verschil in, op afstand niet te zien, maar zijn er echt verschillend. Dus wie is de doelgroep, denk ik? Hè? Want
zag ergens al een briefje met Wildkamp erop staan. Hè? Dus, want Wildkamp leeft op bewateringssystemen. Ja. Dat zouden jullie ook kunnen doen eventueel aan de hoveniers. Maar misschien ook wel aan de hennepteelt. Hè? Ja. Dat is ook een mogelijkheid. Dus weet je welke klant je wel wilt, welke je niet wilt. Tuinarchitecten dan. Direct al in het begin, zeg maar, in het proces instappen. Ja, precies. Dat ze meetekenen en het bestek. Ja. En ga dat ook uiten op je website, zeg maar. Dat de onbedoelde klanten ook echt niet welkom zijn bij je. Ja, dus tools voor ontwerpen of zo. Of dat soort dingen. Of, ik heb dat hier toevallig getekend. Dat je online misschien een bootboard kan maken of zo. Dat Pinterest idee wat jij het over had. Ik hou hem wel even omhoog. Ja. Kan iedereen het zien. Dat je gewoon als klant zegt van hé, ik wil mijn tuin ontwerpen. En dan kan je meteen al zien hoeveel het kost. En misschien een beetje vergelijken van dit is de kwaliteitprijs, zoiets. Mooi. Ik denk dat wij de afronding naderen. Ja, dat is zeker een idee wat wij ook al eerder hebben gehad. En dat is zeker uitgewerkt. Maar helemaal op een eigen site. Dat je inderdaad een eigen ding kunt samenstellen. Helemaal inderdaad in het terrarium idee. Dat je echt een beetje je eigen terrarium kunt samenstellen. En dat wij dat zelf... Weet je, daar hebben we ook wel de capaciteit voor om dat zelf op te sturen daarvoor. En dat samen te voegen. Ik denk dat het zeker een goed idee is. Ja. Ik denk dat wij de afrondering naderen. Ik kijk naar meneer Erik, onze technicus. De volgende groep er zo aan de beurt. Ja. Maar ik ben wel heel benieuwd wat de mensen van Velda van deze brainstormsessie vond. Zeer interessant. Zeer interessant. En ook iedere keer weer nieuwe ideeën op. En, mm-hmm. en ook inspirerend, vond ik het. Zeker. Misschien wil Roy er nog wat van zeggen. Nee, ik heb zeker 10-12 dingen gehoord waar wij... Ik ondersteun ook een klein beetje waar we naar moeten gaan kijken om een nieuwe klant, een nieuw en een oud product te verkopen. Tevens aan de oude klant en inderdaad aan markten gaan denken waar we, want daar zaten we ook, we zitten bijvoorbeeld met het doseren van dingen. Dat kan ook bij de tomatenkweker. En dat moet allemaal ook wat slimmer, dus er zijn zeker heel veel leuke invalshoeken hier uitgekomen. Ja. Ik denk dat er een hele mooie verbijzondering heeft plaatsgevonden op verschillende gebieden. Jan, jij? Wat denk jij? Ik zie de absolute mogelijkheden om toch een standaard bedrijf zeg maar, om te turnen zonder dat je bestaande klanten, de retail, dat je die tegen de haren instrijkt. Ja, want dat was natuurlijk de onderzoeksvraag. Hè? Hoe vermijden we dat kanaalconflict? Ja, het zal altijd het zal niet helemaal vlekloos gaan hoor, daar ben ik ook van overtuigd. Hè? Er zal links en rechts iemand zich toch gepasseerd voelen en maar dat hou je. Ja. Mag ik de mensen van Velda bedanken voor het samenstellen van de onderzoeksvraag? Heel interessant. Alhoewel, het was niet echt natuurlijk echte letterlijke productontwikkeling. Het was meer productontwikkeling tussen aanhalingstekens. Maar zeker niet minder interessant. En zeker ook geschikt voor de manier van brainstormen waarop wij dat doen als Industrial Design Center. Mag ik alle andere mensen die hier aan tafel zitten ook hartelijk danken. Karin, Fieke, Dennis, Peter, Kas, dank voor jullie inzet en voor jullie geweldige enthousiasme. We moesten jullie gewoon af en toe remmen. Ik heb papieren volgeschreven, krijg je allemaal mee, Elgar. Om na te kijken en in de toekomst te gebruiken wellicht. En blijf natuurlijk heel graag op de hoogte of dit ook gebeurt. En ja, hoe het verder gaat met jullie. Of je inderdaad de stap zet om online te gaan. Heel benieuwd, hou ons alsjeblieft op de hoogte. En de Mix Noord-Oost, heel erg bedankt voor deze mogelijkheid dat we onze kennis en kunde mochten laten zien hier. Dank je wel. Dank jullie wel. Ja, dank je wel.